Hoe vouw je een mannenonderbroek volgens de KonMari-methode van Marie Kondo? Broeken leggen we altijd neer met de achterkant naar onderen. Trek alle naden strak. En vouw de broek door het midden. Het kruis vouwen we naar binnen en vervolgens trekken we twee lijnen waarover we vouwen. Draai het broekje om en vouw nog een keer door het midden. Tijd om op te bergen. De KonMari-methode van vouwen is compact, ruimtebesparend en overzichtelijk. Alles past in bakjes en blijft in zicht, zodat er geen vergeten t-shirts meer onderaan de stapel komen te liggen. Wanneer je de stappen volgt, komen prints altijd bovenaan te liggen, zodat je precies weet welk kledingstuk welke is. En het leuke is dat je het vouwen kan zien als een soort origami. Je zoekt de naden van het kledingstuk, je trekt alles strak en vlak en maakt scherpe vouwen voor een net resultaat. Het is leuk om te doen en het eindresultaat geeft ook nog eens heel veel voldoening. Voor meer video's en tips over opruimen, opbergen, organiseren en interieur, volg het Coco Lime YouTube kanaal. Oh, en vergeet ook niet om deze video een duimpje omhoog te geven en misschien een leuke reactie achter te laten. Tot de volgende keer!